Kim Wilde en The Kids in America. De Radpol, iedere week, hebben we ook in dit programma. Ja, iedere week, Leon. Bijna iedere week. Nou, in ieder geval, deze week hebben we er weer een hele fraai. En dan moet ik mezelf even erbij pakken. Een fan experience. Ja, joh. Voor de BEA, hè? Nou ja, wat het mooiste nieuws wat eraan vast zat. We hebben het natuurlijk al het fenomeen een biertje drinken voor Café Beatrix. Dat is, dat kon er nog tot het jaar 2008, 2009. Ja, dat is al een tijd geleden. Heel lang geleden, ja. 2008 denk ik al zelfs. Op een gegeven moment werd dat door burgemeester werd dat verboden. Nou, eigenlijk waanzinnig. Hè? Dat we voor Beatrix, Café Beatrix op het plein voor het NAC nog geen biertjes meer mochten drinken. Hè? Je bestelt je biertje in Café Beatrix en je drinkt hem buiten op. Mede omdat het buiten ook lekker gezellig is, maar mede ook omdat het binnen zo ontzettend druk is. Sardine blikje. Sardientjes in een blik inderdaad. En stik heet. En op een gegeven moment was het gewoon niet fijn meer om naar binnen te warmen. Nou ja, je voelt. Je waren zelfs momenten bij dat je ook niet veilig voelt. Nee, het was soms wel heel vol. En kijk, als er nou iets gebeurde, dan wist je gewoon niet welke kant je uit moest. Want de voordeur werd ook gewoon dichtgehouden. Ook voor iedereen. Je mocht gewoon niet naar buiten. Ook niet met of zonder bier, maar gewoon helemaal niet. Nee. Maar dat is nu een soort oplossing, hè? Eigenlijk is het een half oplossing, hè? Nou ja, eigenlijk is dat al iets wat al een paar jaar geleden is ingezet. Een terrasvergunning aanvragen. Dat is al een paar jaar geleden geprobeerd en dat werd afgewezen. En nu hebben ze, is zover gekomen dat we een terrasvergunning hebben gekregen. Ja. NAC en NAC Horeca. En er zit wel een haken hoog aan wat je zegt. Het is niet vrijblijvend. Het is... NAC is wel verplicht om daar een evenement aan vast te koppelen. Anders mag het terras niet... Als evenement moet het worden aangevraagd en dan is het mogelijk om... Voor de wedstrijd, een bierkraam en kraampjes en voor de wedstrijd om met een bierkraampje te gaan staan. En ja, dan moet je een beetje creatief mee worden. En? Er zijn wat acties verzonnen? Nou ja, we hebben afgelopen keer al... Events? Ja, de events. Fan experience. Dat komt er bij de gemeente fan experience. Nou, dat komt er bij de gemeente wat lekkerder in. En de afgelopen keer hadden we de primeur tegen NAC tegen Groningen voor de wedstrijd. En toen gingen we een wedstrijdje Breda's kampioenschap balletje hoog houden. Ja, dat was fantastisch. Dus we hebben een ballen hoog houdt kampioen. Je had een of andere stunt. Ja, iemand had 59 keer de bal hoog gehouden. Ja, fantastisch. Ja, die kan het gewoon. Ja, dat was, en die kon het ook gewoon, denk ik. Ik weet het niet als DLD. Maar ik had het geprobeerd. Had ik het met elke 3 keer gelukt of zo. Maar goed, hadden we wel lekker biertje gedronken voor de BA, toch? Ja. Dus ja, nou ja, het maakt dus echt gewoon geen flikker uit. Okay. Wat je voor de wedstrijd doet. Maar we moeten ideeën hebben. Ja, we hebben ideeën. Want het is fan experience natuurlijk verschrikkelijk woord. Dat willen we bij NAC eigenlijk niet horen. Maar ja, het is even noodzakelijk kwaad. Een supporter ervaring moet het zijn. Experience. Nou ja, daar verzinnen we ook nog een keer wat op. Maar om het ook een beetje een echt NAC-tintje te geven, moeten we er een beetje leuke, onzinnige, luchtige dingetjes bij gaan verzinnen. Nou, hebben we met de Radpol hebben we een paar keuzes voorgelegd. En wat mensen misschien nog niet zo heel erg snappen is wat kakkerlakken, kaklakken. Kakken, ik vind hem heel moeilijk. Kakkerlakken, kaklakken, kakken. Je kan de kak van de kakkerlak kan je lakken. Oh, dat is... Ja. Oh. Ja, ik wil wel zoals een paar honderd man zien. Ik denk, doen. Heeft dat nou weer verzonnen? Volgens mij Marcel. Marcel trouwens beterschap, Marcel van Es. Nou, ja. Marcel heeft er wel inbrengen. Marcel heeft er wel iets inbrengen, maar daar kom ik zo meteen bij. Ja, dan moeten alle kinderen even naar bed. Nou, we hebben de kakkelakken, kaklakken. Het had 3% van de stemmen. Oh, okay. Bijna 400 mensen op de stem. Niet helemaal vol. Nee, klopt. Kakkelakken, dat moet je ook heel erg goed uitleggen. Ik wou het ook niet voor gaan doen, zeg maar. Dus dat lijkt me ook niet echt haalbaar, helaas. En wat is dan de volgende? De volgende is levend Mikado. Dat is ook leuk. Maar dat is best leuk, want dat doen ze in Tilburg doen ze dat ook, op de tribune, bij het Willem II stadion. Maar dan gaan ze met z'n allen in een vol stadion. Klopt. En dan een wedstrijdje doen wie het langste stil kan zitten. Oh, dat doen ze daar altijd. Als ze ergens stil kunnen zijn, dan is het in Tilburg wel. Oh, maar dat levend Mikado... Maar dat is geen levend Mikado. Nee, maar Mikado is dat het omvalt. Dat is levend Mikado, dat is gewoon met echte mensen. Ja. Met mensen, zeg maar. Mikado is gewoon met stokjes. Daar vallen ze om, maar dan moet je een stokje eruit pakken. Oh, ja. En dan mag niks bewegen. Je moet stil blijven zitten. Ze bewegen dat toch niet. Dat kan wel prima, joh. Ja, maar als iemand zijn biertje aan zijn lippen wil zetten, dan is die al af. Dus dat moet je niet op volplein maken. Ze halen ook geen bier op. Nee. En de volgende dan? De volgende is wc-rollen gooien. Daar ken je echt een Breda's. Daar heb ik eens een keer geopperd om bij de 100 jaar NAC festiviteiten te doen. En echt een, niet een Breda's kampioenschap, wc-rol gooien.
maar een NK, een WK. WK. Universeel kampioen wc-rolgooien. En dat is dan een volle dat is een rol? Beetje, dat is, ja, een volle rol, want dat is een beetje gebaseerd op wat we vroeger altijd in de Beatrixstraat deden. Hè, onze sfeeracties, wat ze tegenwoordig het TIFO moeten noemen. Nou, wij deden daar vroeger allemaal veel langer en we noemden daar gewoon nak dingen. En die is 11% zie je? 11%, dat viel wel redelijk in de smaak. 24% koos gewoon voor ouderwets bier tappen. Dat vind ik dan eigenlijk, oké. Mag je allemaal even proberen een biertje te tappen. Wie het beste een biertje tapt met de twee vingers en goed schuin houden en goede smaak en alles. Noem maar op, waar je er allemaal aan categorie kan verzinnen aan het biertapfenomeen. Nou, fantastisch. Daar kan je ook een Breda's kampioen voor uitroepen. Die is er volgens mij trouwens, hè? Ja, die is er. Ja. Oh, maar die kun je dan gewoon meenemen alvast. Klopt. Ja. Dan doen we gewoon de voorrondes. Gewoon de voorrondes van het grote Nederlands kampioenschap. Dus daar kan je allemaal bij zien hoe het moet. Dan het nummer 2. Ja, dat is wel een bijzondere, want die had ik. Hier zit dus wel een beetje de inbreng van Marcel van Es. Ik had het kunnen weten. Die zit thuis toch een beetje aan de knoppen te draaien. Terwijl hij er niet zijn, zeg maar. Want ik had daar eerst. Had ik daar staan, kerstboom aftuigen. En toen zag ik een dag later, zag ik in één keer kerstboom veranderd zijn in het woordje Rotterdammer. Dus toch hebben toch 25% van de stemmers hebben gekozen om een Rotterdammer af te tuigen. Dat is toch heel raar? Dat is een wonderlijk verhaal. Ja, dat is heel bijzonder. Maar oké, we zullen dan meteen doorgaan naar nummer 1. Ja, heel leuk. En dat is wel reëel. Kruiken kegelen. Je zet gewoon een paar kruiken of mensen uit Tilburg. Zet ze op een rijtje. Die vind ik wel leuk. Ja, gooi er een bowlingbal op af. En, Die staat als eerst. Gaan we die dan ook als eerste doen? Nu, die of gaan we proberen, die gaan we even voorleggen aan de gemeente. En ja, die moeten daar haast wel mee akkoord gaan, denk ik. Staat die nog op de site? Ook die is nog actief op dus de site. Dus je kunt nog steeds stemmen op de tot met zondag. Wat je wil voor event. Het gaat om 10 kruiken, neem ik aan. 10 kruiken. Nou, die moeten ook ontwikkelen zijn. Nou, die krijgen ook een biertje van ons. Ja, maar dan zijn we kruik. Dat doen we dan weer wel. Kruikbier. Alcoholvrij. Ja.